Beste kijkers, hier een dubbele aflevering van mijn vlogs. Een reviewtje over cacophonie hebben we nu. Dat hebben we van Niels Dauma, cacophonie. Niels Dauma vroeg het aan. Mooi. Bij deze Niels Dauma hebben we Coca-Cola vanille. Kijk eens. Zoals u gevraagd heeft. Vergeet ook niet te abonneren. En laat een duimpje achter en laat er even een mooie reactie hieronder achter, hè? In de vlog. Nou, ik hoop dat jullie weer genieten van het filmpje. Mooi. Coca-Cola vanille. Jullie zien dat het, de letters van Coca-Cola en zo, dat het wel een beetje vanilleachtig kleur is. Vanille, kijk eens. Even zien, hè? Mooi. Dan gaan we even kijken. Ja, 330 ml. Kijk maar, 330 ml. Even kijken, wat staat er? Daar, zie. Daar. 330 ml, kun je zien? Kijk, 330 ml. En waar die E voor staat, dat snap ik ook niet hoor. Dat weet ik niet. Hier is dat Coca-Cola aan. En dan heb je hier zo'n vanille tekentje. Ik weet niet wat ik precies moet voorstellen. Daar. Zie je dat? Een soort draaikolkje lijkt dat wel. Een draaikolkje-achtig. Nou, oké. Okay. Laten we nu eens gaan proeven. Ik ben heel benieuwd. Mooi. Het ruikt heel zoet vanillegeur. Je ruikt het wel, zou ik maar zeggen. Een beetje hele zoete vanillegeur. Laten we de kleur nou eens bekijken. Mooi. Proeft al een beetje. Het is heel zoetje natuurlijk. Verklap ik al een beetje. Maar ik ga niet meer verklappen, jongens, dames en heren. Dus dat is geen verrassing meer. Kijk, het is verder niet geel of zo. Of ja, vanillekleur, hoe ik het moet zeggen. Een beetje witachtig. Het is gewoon normale cola kleur. Nou, laat eens proeven. Moet ik meer stoel bij pakken? Nou, proost, hè. Je proeft echt de vanillesmaak, zal ik maar zeggen. Die proef je echt. En een beetje zoet is het. Zoet en vanillesmaak. De cola proef ik eigenlijk niet. Hij is wel heel erg lekker. Ik geef hem een, even kijken. Even kijken. Een 8,5. Hij is best heel lekker. Dus ik raad hem jullie aan. Koop hem gerust. Hij is overal te koop. Bij elke supermarkt. Behalve bij de Lidl en bij de Aldi dan niet. Maar deze heb ik dus bij de Co-op weg. Maar ze hebben hem ook bij de Poys. En ze hebben hem ook bij de Plus. En Albert Heijn en Jumbo en zo. Daar hebben ze hem ook. Overal. Behalve Lidl en Aldi niet. En Kruidvat. Nee, die heeft hem ook niet. Misschien sommige Kruidvat, maar dat weet ik niet. Even kijken, benzinepompen hebben dat niet. Die hebben meestal gewone Coca-Cola of Light of wat dan ook, of Zero. Maar deze is gewoon bij de gewone supermarkt, zoals Albert Heijn, Jumbo, Coop, Poys en dat soort dingen. Is hij wel verkrijgbaar, waar allemaal Coca-Cola van die, of Coca-Cola namelijk verkrijgbaar is. Nou, vonden jullie het filmpje leuk? Laat even een duimpje achter. En vergeet niet te abonneren, laat ook even een leuke reactie achter, hè. Nou.
Dit was dubbele uitzending, omdat ik er even tussenuit was. Nou mensen, beste kijkers, ik wens jullie een goede nachtrust en goed weekend allemaal. En tot de volgende video. Doei!